We staan hier vandaag bij het Pallas Athene College. Dit is een openbare scholengemeenschap. Een van de kernwaarden van een openbare scholengemeenschap is dat iedereen benoembaar is. Dat wil zeggen dat iedereen mag worden aangenomen ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, seksuele geaardheid of geslacht. Wij gaan vandaag zoeken of deze kernwaarde op het Pallas wordt waargemaakt. Loop maar met me mee. Heeft het Pallas eigenlijk een benoembaarheidsprotocol? Of houden jullie daar überhaupt rekening mee als je iemand aanneemt? Wij zijn een openbare school. En dat betekent dat wij in feite, we zijn toegankelijk voor iedereen. Iedereen mag bij ons komen lesgeven. Iedereen mag bij onze school kunnen volgen. Mits je natuurlijk wel aan de eisen voldoet. Dat je met je CITO of je van de basisschool nog een advies hebt gekregen dat je hier past. Wij hebben niet een selectie. We zeggen, we willen alleen mensen van een bepaalde religie of we willen mensen van een bepaalde religie niet. Nee, iedereen is bij ons welkom. Wel eisen we van mensen dat ze ook allemaal de kernwaarden van een openbare school ook respecteren en onderschrijven. Dat betekent dat je niet voor een bepaalde religie evangelisatie hier gaat doen. Nee, we zijn voor alle religies toegankelijk. We willen iedereen ook graag iets meegeven van de verschillende religies. Dus niet specifiek voor één ding. En dat is in feite een beetje in grote lijnen ons beleid. En heeft u ook een bepaalde geloofsovertuiging? Nee, ik ben zonder geloof. Ik ben wel gelovig opgevoed. Maar dat heb ik toen ik 15, 16 was, heb ik gedacht van nee, dit is niet voor mij. Ik vond het zo oneerlijk eigenlijk wat er gebeurde in de wereld. Ik heb wel op een christelijke kleuterschool gezeten, maar daar vertelde de juffrouw zulke spannende verhalen dat ik op doktersadvies naar de openbare school ben gegaan. Ik was vroeger christelijk opgevoed, maar nu ben ik een agnost. En wat is dat precies? Een agnost, dat is iemand die zegt van, nou, er zijn een heleboel theorieën. Sommige mensen zeggen God bestaat, andere mensen zeggen God bestaat niet. Als je een agnost bent, dan zeg je, ik weet het niet. Niet alleen religies, dat gaat ook verder dan dat. Dat gaat ook over verschillende culturen, dat gaat over mannen en vrouwen, dat gaat over verschillende seksuele diversiteit ook. Dus alles. Meer dan alleen religie. Mogen we u misschien vragen wat uw afkomst is? Afkomst in wat? Ik ben Nederlands. Ik kom van het platteland. Ja, Nederlands. Gewoon Nederlands. Oké. Ik kom uit Koerdistan. En zijn uw ouders dus daar ook geboren? U bent ook daar geboren? Of? Ik ben in Koerdistan geboren en ik woon al bijna 16 jaar in Nederland. Mijn afkomst, ik ben man. Ja, nee. Ik ben homoseksueel verder, daar ben ik wel een beetje verschillend in dan van de meeste leraren hier. Ik ben wel van gewoon witte Nederlandse komaf. En daar zou ik ook graag gewoon straks te zijn de tijd ook in het teamlijnen ook meer mensen van allochtone afkomst hebben. Die hebben er de laatste keer niet gesolliciteerd, maar dat zou ik ook heel fijn vinden. We hebben wel onder docenten. We hebben van heel veel diversiteit. Dat vind ik ook mooi, want dat hoort ook bij een school. Ik vind het ook leuk dat de leerlingen ook zien dat je van allerlei soorten mensen les krijgen. Merkt u ook dat de benoembaarheid op deze school wordt waargemaakt? Dat er inderdaad veel leraren van verschillende afkomsten zijn en verschillende geloven? Ja, ik kom wel een aantal collega's tegen die andere geloven hebben of in elk geval andere achtergronden. Ja. Wat ik wel merk is dat over het algemeen de meeste mensen hier of atheïstisch of agnostisch zijn. Maar dat is wel wat je bij een openbare school kan verwachten, vind ik persoonlijk. Ik weet van een heleboel mensen niet of ze gelovig zijn of niet. Of waar ze vandaan komen. Dat maakt hier volgens mij ook helemaal niet uit waar je vandaan komt. Er is duidelijk geen onderscheid in gemaakt. Nee, volgens mij niet. Er zijn op school natuurlijk verschillende docenten van een verschillende achtergrond. En ik denk dat dat op zich niet verkeerd is. Dat is eigenlijk wel goed. Aan de andere kant, ik vind wel dat we het openbare karakter heel nadrukkelijk moeten waarmaken. Ook. Dus ook in de benoeming van mensen. Dat je niet mensen op school krijgt die gaan evangeliseren of zoiets dergelijks. Zoals we hebben kunnen zien, kent het Pallas Athene College genoeg benoembaarheid. Dus kunnen we concluderen dat Pallas Athene in ieder geval aan deze kernwaarden van de openbare scholengemeenschap voldoet.